Wij doen mee aan de BZT Band XXL, omdat het gewoon een uitdaging is. Als je mee gaat doen aan zo'n wedstrijd, aan zo'n festival, ja, dan gaan de kinderen extra hun best doen. In iedere klas zitten wel kinderen die kunnen zingen of een instrument bespelen. Ga met die kinderen aan de slag en maak samen met hun een mooi act. Het levert je ook mooie momenten op. Kinderen zijn enthousiast. Schakel ouders, familie, buren, vrienden in. Iedereen die hart heeft voor muziek zou je graag willen helpen. Ja, een beetje lef en een beetje durf, dan kom je in een heel eind. En het meedoen aan een wedstrijd, ja, kinderen gaan ervoor. Je kan een muziekles doen dat je een half uurtje bezig bent. Dat heeft natuurlijk allerlei voordelen. Het is hartstikke leuk, je leert er een heleboel bij. Maar wat ook belangrijk is, is dat je tussen rationele lessen als rekenen en taal, van die moeilijke lessen zullen we maar zeggen, gewoon even 5 minuten een creatief vak doet. Een stukje drama of een liedje zingen. Het allerbelangrijkste is dat je je nu inschrijft. Als je uitgenodigd wordt in juni voor de audities, krijg je eerst nog bezoek van een coach die je verder helpt met het uitbreiden van je act. Docenten die zeggen van, ik kan niet zingen, dus ik kan ook niet met mijn klas zingen. Dan zou ik zeggen, gebruik het digibord, kijk naar de websites waar leuke liedjes op staan. Meestal wordt het er allemaal voor gedaan, leuke plaatjes, leuke filmpjes. Het gaat allemaal vanzelf. Misschien is het ook een goed idee om je inzending aan te laten sluiten op al een les die je geeft. Bijvoorbeeld, het is lente, thema lente en je maakt een lenterap. Wat ook een heel simpel idee is om met de kinderen samen een popnummer te kiezen, daarop te oefenen en in te sturen. Ze leren samenwerken, ze moeten naar elkaar luisteren, ze leren doorzetten. Ja, ze leren er een heleboel van. Het allerbelangrijkste is dat jullie er plezier aan hebben. Het hoeft helemaal niet perfect te zijn als de energie er maar van afspat.